VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. En als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Even weg van Holland, en Vlaanderen is dichtbij. En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Ik voel me zoveel lichter als ik Vlaanderen binnenrij. We hebben vandaag bezoek van iemand die voor het eerst het gebouw van VBRO heeft betreden. En dat is Johan Khalifa, die we uiteraard kennen van televisie, van de buurtpolitie. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en jij komt zomaar eigenlijk op de meest besneeuwde dag van het jaar bij ons hier binnenlopen, hè? Ja, eigenlijk verschot ik er zelf van. Er ligt een heel pak sneeuw, hè. En vooral hier in Oost- en West-Vlaanderen. Meer dan in Antwerpen. Jij woont in Antwerpen? Ik woon in Antwerpen, Brasschaat. Alhoewel het daar ook wel best wat sneeuw ligt, hoor. Maar ik ben toch iets voorzichtiger geweest vandaag om naar hier te komen. Ja, wellicht, dat is maar goed ook. Je bent hier zonder kleerscheuren geraakt. Johan, je hebt zo net bij Mathieu in de Radioclub live een babbel gedaan rond jouw carrière. En de mensen denken soms, ja, die Johan, die kennen we alleen van televisie, van die serie, maar jij doet al langer veel meer dan dat, hè? Ja, zoals ik zei in het interview, ik heb eigenlijk musical gestudeerd, dus dans en zang zijn mij totaal niet vreemd. Mm-hmm. Ik zing eigenlijk ook al langer dan dat ik acteer. Ik ben mijn zanglessen begonnen op mijn 4, denk ik. En 4? Op mijn 4, ja. Ik ben eigenlijk pas beginnen acteren rond mijn 12. Dus eigenlijk zing ik al langer. Maar waren dat dan toneeltjes of zo? In Antwerpen was er een toneelgroep waar ik toen ben mee aangesloten. En onder leiding van een professionele actrice. En ik moet zeggen, ik speel nog altijd theater daar en geef daar nu ook zelf les. In participatief drama, dat is een moeilijk woord om eigenlijk theater te gebruiken om problemen op te lossen. Voilà. Okay. Dan is natuurlijk, zoals je zegt, dat zingen al veel vroeger begonnen eigenlijk. Hoe ben je daarmee gestart? Wel, mijn ouders zagen dat ik altijd mee neuriede en altijd mee zong. En op mijn 4 zeiden ze, ja, we gaan eens kijken of dat je ergens les kan volgen. En zo ben ik bij een kinderkoor op mijn 4 gegaan. Ik was bijna 5, denk ik, hoor. Ja, en sindsdien is het eigenlijk niet meer gestopt, hè. Ja. Maar die stem gaat dan veranderen op een bepaald moment, hè? Ja, en dan is het zwijgen. Dan moet je even zwijgen. En dat is goed afgelopen voor jou? Dat is goed afgelopen. Ik had als kind een heel hoge stem. Ik was echt een heel hoog sopraantje. Ja. Maar ja, dat is er nu natuurlijk niet meer. En nu heb ik die bariton, die laagte. Die ik, dat is ook mooi, hè? Dat is ook mooi, voilà. Ja. De buurtpolitie dan denk ik, ja, daar is ook heel wat studiewerk aan voorafgaan. Telkens een opname is natuurlijk. Hoe bereid je dat voor? Hoe doe je dat? Wel, ik probeer daar van mezelf altijd dingen bij te steken. Ik kan de tekst laten zijn, ja. Maar die is soms nogal sumier. Ja. Mag dat ook? En dat vragen ze zelfs, omdat eigenlijk je kent je eigen personage het beste. En je weet wat dat personage zou doen, of zeker niet zou doen. En dus als ik mijn teksten krijg, begin ik daar van alles bij te schrijven. Van dat zou ik kunnen doen daar, en dat zou ik kunnen doen daar, dat zou ik kunnen doen daar. En dan, als ik het moet doen, ga ik eventjes in overleg. Maar meestal wordt dat zeker en vast goedgekeurd. En zeggen ze, ja, doe maar. En dan probeer ik het wat grappiger te maken dan dat het al is. Hè. Ja. Natuurlijk zien we jou in de buurtpolitie, dan vraag ik me soms wel eens af, die scènes, moet je dat vaak herdoen of gaat dat tamelijk vlot met professionelen zoals jullie? Wel, dat gaat tamelijk vlot. Wij weten waarmee we bezig zijn en ja, we kennen het script ook wel door en door, dat hebben we goed doorgelezen. De routine zit er een beetje in? De routine zit er een beetje in. Het is natuurlijk wel zo, als er een vliegtuig overvliegt of er rijdt een trein voorbij of er komt een klas kinderen voorbij, dan moeten we wel stoppen, want die kunnen het niet laten om dan te roepen. Okay. Maar voor de rest loopt dat dus prima, ik hoor het. Johan, dan gaan we terug naar de muziek, want jij hebt een single uit, die kwam je vandaag hier bij VBRO voorstellen. Dat is een nummer van Paul van Vliet, een echte klassieker eigenlijk. Waarom die keuze? Wel, ik
zat op het conservatorium en wij hadden een project waarbij dat we Nederlandstalige muziek moesten doorgronden. En dan komen natuurlijk kleppers boven als Stef Bos, Herman van Veen, Paul van Vliet, Ramses Shaffi, die dingen allemaal, Wim de Kranen. En ik had bij het nummer van Paul van Vliet direct een klik, waarschijnlijk omdat het door een Nederlander is, dus eigenlijk een buitenlander die het nummer, die liefdevol over Vlaanderen zingt. Ja, het is eigenlijk zijn visie op Vlaanderen als buitenlander. Als buitenlander, maar ik denk dat die visie wel klopt. En ik denk dat die ook verwoord wordt op een manier waarop dat veel Vlamingen het zelf niet zouden kunnen. En ik ben zelf geadopteerd en ik moet eerlijk zeggen dat ik, daar direct zo'n een gemeenschappelijk gevoel voelde. Alhoewel dat ik van mijn 7 maanden in België ben, ik voelde wel van, eigenlijk waar hij over zingt, dat zijn ze echt wel. Het klopt. Dat klopt gewoon, Heel fijn. Goed, zijn er nog plannen? Ga je nog platen maken of is dat een eenmalig project? Nee, we zijn nu aan het denken over een tweede single. De eerste wordt nu gereleased ook in Nederland. Dus kijken wat ze daar van mij vinden, want natuurlijk, dat is altijd een beetje spannend. We zijn aan het nadenken dus over wat we als tweede single zouden gaan doen. Ik ben nog met een theaterproductie bezig. De tweede buurtpolitiefilm komt eraan. Ik heb mijn zangoptredens met mijn pianist. Die lopen ook nog door. En ik geef af en toe nog wel les ook. Dus ik ben eigenlijk... Niet veel thuis. Ik ben niet veel thuis. Nee. Maar ik doe graag wat ik doe als ik maar bezig kan zijn. Je amuseert je en dat is het belangrijkste natuurlijk. Johan, het was heel tof om jou op bezoek te hebben hier bij VBRO. En we gaan je ongetwijfeld in de toekomst nog wel eens ontmoeten hier in de gangen tussen al die mooie foto's van al die collega's. Ja, ik hoop het wel. Ik zie er hier al een aantal waar ik echt wel fan van ben. En ik wil hier zeker nog eens terugkomen. Okay. Ja. Johan Khalifa vandaag bij VBRO.